Een kabelbaan, bruggen, stenen, dat je over het water heen kan lopen. De gemeente Zoeterwoude vraagt haar jongste inwoners om mee te denken over het ontwerp van een nieuwe natuurspeeltuin. De kinderen van het avontuur zijn vandaag een maquette aan het bouwen. Nou, al die leuke ideeën die de kinderen gaan verzinnen, die nemen we mee bij het ontwerp. Daarnaast kunnen alle kinderen in Zoeterwoude een schets maken of een mindmap maken. En dat kunnen ze doen op www.detweeheren.nl/participatie tot 24 maart. En ook die ideeën nemen we mee. En nou ja, wat daaruit komt, verwerken we in het ontwerp. Barry Bimmerman is een van die twee heren. Zijn bedrijf begeleidt de kinderen bij de knutselochtend. Ja, het is onwijs, vind ik. Ik vind het zo leuk om nu al zeg maar, de projectleiders te zien. En iedereen zijn plek en rol. En mensen die met groen bezig willen zijn. Dat vind ik heel leuk. En wat leren de kinderen hier vooral van? Dat ze buiten de lijntjes, denk ik, wat ze nu kennen aan een speeltuin, is dat dingen in een vlakje staan. En ze zien het niet als een speelterrein. Dus dat vind ik heel grappig. Ze wilden gelijk al vierkantjes uitknippen en daar komt dan de klimparcours op. Terwijl ja, wij zien het eigenlijk als dat het routes zijn in een mooi groen terrein. Het wordt maar twee pauwtjes en dan is er touw en daar komen er dan plankjes op. Dat wiebelt een beetje. Veel natuur. Het is voor grote en kleine kinderen. En een boomhut. Dat ieder kind er lol in kan hebben. En wanneer kan er echt worden gespeeld? We gaan dit voorjaar beginnen met het ontwerp. Dan gaan we in de zomer beginnen met de aanleg van het eiland. En dan verwachten we dat volgend voorjaar het klaar is. Ja.